Vandaag is het Future Flux Festival en bestaat RDM 10 jaar. Ja, vandaag laten we eigenlijk zien wat RDM zo mooi maakt. De diversiteit. Al die elementen die dit gebied zo spannend maken komen bij elkaar. Onderwijs, bedrijfsleven en een kick-ass evenement. We hebben specifiek voor de RDM gekozen, omdat de RDM een hele gave maritieme setting heeft waar we nu voor staan. RDM is heel geschikt om in door te groeien, dus je kan starten als tech-startup en vervolgens als je groter wordt doorgroeien naar grotere locaties binnen de RDM. Het bijkomend voordeel van de RDM is dat ook de Hogeschool Campus hier zit. En de Hogeschool Campus die levert ons essentiële jong talent in de techniek. Waar wij ons product mee verder kunnen ontwikkelen. We zitten hier sinds 2 jaar bij RDM en ik ben heel blij dat de havenbedrijven RDM zo'n faciliteit beschikbaar maakt voor ondernemingen en voor jonge ondernemers en voor startende ondernemers die echt in de maakindustrie een verschil willen maken. Het feit dat er heel veel ruimte is en plekken voor experimenten zorgt dat er heel veel mensen met ideeën en creativiteit hier naartoe komen en daaruit kunnen dan allerlei dingen ontstaan. Dus zo heb ik mijn compagnon ook hier ontmoet en we zitten hier nu al 3 jaar. Dat ontstaat wel uit het samenkomen van mensen op deze plek. Wat in ieder geval een gigantisch verschil is tussen een engineeringkantoor ver weg in de stad, is dat jij niet over de kade kan lopen en daadwerkelijk de grote machines die wij ontwikkelen kan zien. Wij zijn hier in de Port of Rotterdam en wij zien grote schepen met hijskranen iedere dag voorbij varen. En dat inspireert ons iedere dag weer om ons product verder te ontwikkelen. Na 10 jaar ben ik ongelooflijk trots op wat we hier hebben neergezet. Ik denk dat RDM een succes is en dat wordt ook bewezen door het feit dat we nu aan de overkant doorgaan ontwikkelen in het Merwevierhavengebied. En ik denk dat dat een hele mooie springplank wordt. Dichter bij de stad, een metrostation. En als we dat goed verbinden, ja, dan wordt dit Makers District absoluut de hotspot voor innovatie in Europa.